Els, de effectief leren specialist, is een praktijk voor remedial teaching. Ik geef hier altijd les aan kinderen die problemen hebben met rekenen, taal, begrijpend lezen. Wat vandaag zo bijzonder maakt, is dat ik een cursus ga volgen voor videochat. Dat houdt in dat ik daarna dus coronaproof word, want ik ga kinderen op afstand lesgeven. Ik hoop dat het gaat lukken. De training gaat beginnen. We zijn met meerdere dames die de training willen volgen en Annemieke gaat de training geven. Annemieke, kom er eens in. Ja. Ah, daar is Annemieke. Ja, kun je even iets meer over jezelf vertellen? Nou, mijn naam is Annemieke Augustijn. Ik ben remedial teacher, dus ik begeleid kinderen met leerproblemen normaal gezien thuis. Maar, of tenminste bij mij thuis, maar dat kan nu niet. Dus wat ik doe, ik begeleid al een aantal jaar ook kinderen via videochat. En omdat veel collega's daar nog helemaal geen ervaring mee hebben en zelfs ook niet weten hoe je dat precies doet, heb ik besloten om ze dat te gaan laten zien deze weken in de tijd die nu vrijkomt. Dus ik geef nu 2 of 3 keer per dag deze training met een aantal enthousiaste dames en heren. Zodat ze, hoop ik, aan het eind van zeg maar 2 of 3 uur daarmee met hun eigen leerlingen verder kunnen. Ja, ik vraag me af, hoe ga ik dat aanpakken? Je hebt normaal, natuurlijk als iemand tegenover je aan tafel zit, doe je dat op een bepaalde manier. En dat is even schakelen als je dat online gaat doen. Maar wat je merkt is, doordat, ik weet niet hoe groot je mij nu ziet, maar ik zie de kinderen normaal gezien net zo groot als mijn beeldscherm. En dat is ongeveer levensgroot. En daardoor ga je gewoon vergeten dat ze niet tegenover je aan tafel zitten. En wij werken met een programma voor videochat, dat is Zoom, waar we nu ook mee werken. En daarin kun je eigenlijk bijna alles wat je ook kunt doen als je bij elkaar aan tafel zit. Je kunt gewoon allerlei spelletjes doen, allerlei oefeningen. Het is natuurlijk concrete materialen kun je niet doorgeven, maar daar kun je altijd wel een weg omheen vinden, bijna altijd. Hartstikke bedankt voor alle uitleg. Zou je me nog 1 tip kunnen geven? Ik denk dat mijn belangrijkste tip is om het gewoon te gaan doen. Als je het diepe inspringt, dan gaat het vast de eerste keer niet meteen helemaal perfect. Maar dat maakt helemaal niet uit. Voor kinderen is het ontzettend fijn dat ze jou ook in deze voor hun toch al heel rare tijden wel gewoon kunnen zien. En die problemen die los je wel op. En ik denk dat je meer dan genoeg handvatten nu hebt om dat ook heel goed te doen. Hartstikke bedankt. Ik ga het proberen. Bedankt. Dag.